Vandaag gaan we het hebben over het next level maken van je muziek. We gaan het ook eindelijk hebben over drones. En dan niet normale, ja, ook wel, maar ook FPV-drones. Ik moet editen. Hij loopt weg. Ja, dat Wat? heeft zo'n backlog, hij is weg. Uh, nou ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we beginnen. Ja, welkom. Leuk dat je luistert bij weer een nieuwe aflevering. Het is aflevering 13 alweer van Ambacht The Art of Setting Memories. En dit keer ben ik bijgestaan door Nadezh, Nadezh je bent er weer. Yes. En ik ben bijgestaan door Brian. <laughs> ja, wie zit hier? Uh, waar is Brian? Ik denk dat hij gewoon uh, in zijn edit hockey zit. Brian, dat, Brian had het de vorige aflevering over backlog. En die is gewoon druk aan het monteren op dit moment. Die zien we even, die niet is, meer terug. Nee, maar kijk, we hebben het natuurlijk al laatst een beetje gehad over hoe tof zou het zijn als we iets van een gast zouden uitnodigen. Um, en uh, we hebben Stad en Land afgezocht uh, voor een, uh, een geschikte gast. En de allereerste gast uh, van de Trouw van ons Ambacht is Gerjan van Lopik. Gerjan, van harte welkom. Hoe gaat nou? het? Nou, uh, dankjewel uh, dat ik hier mag zijn. Ja, hoe gaat het? Ja, super goed. Super ja. tof dat ik hier uh, mag zijn uh, bij jullie. En, uh zin in? Ik vind het zo leuk om een keer een ander geluid te horen. Ja, Gewoon ik even... moet ook wennen dat het geen Limburgs is voor op dit moment. Ja, of ja. Maastrichts. Is of Brabants, wat ja, is het eigenlijk? Een onbegrijpelijke taal. Ja, Maar wij, wij verstaan je wel goed. Wel wij kunnen fijn. je verstaan, dat is wel fijn. Ik ja. kan ook wel heel goed Brabants, hoor, als het moet. Je bent... Nou, doe me niet. Ja, nee. Okay. Okay. Nee, 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 nee. Je bent een verbeterde versie van Brian. <laughs> Als hij dit hoort, hè? Sorry, Brian. Ga ik me niet inmengen. Ga ik me niet inmengen. Oh, jongens. Hey, super, super, tof dat je er in ieder geval bij kan zijn en dat je er ook fysiek bij kan wonen. Dat is al super gaaf, hè? Dus dat je hier gewoon fysiek bij ons in de aflevering kan zijn. Um, zou je jezelf eens kort kunnen voorstellen aan de luisteraar? naar wie, naar wie luisteren we? Wie is Geryan van Lopik? Wie is Geryan van Lopik? Nou, ik ben ja, logisch natuurlijk. 31, of tenminste, 30 jaar jong, kort bijna 31. Uh, Middels een aantal jaar actief als uh, videograaf. Eigenlijk sinds uh, 2019, voorliefde vanuit uh, videografie, is eigenlijk begonnen met uh, het, het drone vliegen. Dus het bouwen van eigen drones en toen dacht ik van, ah, oh, het super tof wat in de lucht zit. Daar kan een cameraatje op en zo gaan filmen en van dat gaat uitbouwen, en uitbouwen. Tot eigenlijk de videografie uh, wie ik nu ben. Dus ik maak uh, corporate films, trouwfilms. Eigenlijk alles wat je met video's kunt bedenken, daar, uh, daar meng ik me graag in. Ja. Dus, uh, dat is eigenlijk uh, Gerden, hoe die is. Waar, waar kom je vandaan? Ik kom uit een uh, bos, tenminste regen een bos. Ik kom uit een uh, klein dorpje, klein dorpje Aalst. Zitten net, uh, zit net voor. Um, als je de afslag mist, dan mis je een dorpje ook echt. Dus je moet ook echt wel goed die rondonder pakken. Want anders kun je echt een, uh, een kwartiertje omrijden voordat je er bent. <laughs> maar als ik tegen de mensen zeg, regio, uh, zet ook een bos. Die weten zitten te liggen. En dan komen ze ook vaak wel, weten ze hem wel te vinden. Ja. Dus uh, de bos zeg ik altijd maar zo. Ja. Leuk. Ja. Kom vandaan. Ja. Uh, geboren, getogen. Ik uh, ben het plaatsje ook niet uit, uh, uit uh, geweest eigenlijk. En, uh, ja, woon nu al dertig jaar. Inmiddels wel een eigen, eigen woning. Maar niet heel veel straten verder dan waar ik ben geworden. Dus uh, ja, ja. goed naar mijn zin. Nice. En je, we, dit is een trouwfilm-podcast. Hoe ja. lang ben je al bezig met, met het maken van trouwfilms? Mijn eerste trouwfilm was in uh, september 2020. Toen heb ik mijn eerste, eerste trouwfilm eigenlijk, uh, eigenlijk gemaakt. Dat uh, was eigenlijk puur ook ontstaan vanuit de interesse. Dan denk ik van joh. Um, iemand vroeg voor joh. We willen graag een, een trouwfilm-film in Ik was natuurlijk net bezig uh, begonnen met, uh, met videografie. Had nog niet echt hele. Uh, Sikke Geer of iets dergelijks, zoals ik het mag noemen. Maar ik had wel gewoon een, een smartphone. En ik had een, de Osmo, de DJ Osmo nog, weet je wel. Je kent hem wel. En ik denk, ik ga het gewoon proberen. En ik ga gewoon al in. Ik ga gewoon kijken wat ik ervan kan maken. En eenmaal die bruiloft uh, ook gestart. Het was ook een corona-bruiloft. Dus het was wat relaxter. Uh, het ging allemaal niet zo snel. Dus ik kon je, je starten tijdens de pandemie. Ja. Oké. Okay. Waarom dacht je, dat is een goed idee? Nou, eigenlijk niet. Ik, was, ik, ik had me er van tevoren er eigenlijk nog nooit echt uh, bewust van geweest. En uh, toen ik dus die vraag kreeg van... joh, zou je het tof vinden om voor ons een, een, een trouwfilm te maken? Uh, want ik had er wel interesse naar. Toen heb ik hem er ook met beide aan uh, uh, gepakt. En, ja, in één keer ook die verslaving of zo uh, te pakken binnen gehad. En daarin ook gewoon lekker door ontwikkeld. Uh, maar het was gewoon super tof, lekker beide aan aanpakken. Lekker gaan filmen en, en gewoon... Vallen en opstaan, uh, heel weinig tijd om te voorbereiden. Ik had een week of twee de tijd om, om voor te bereiden. En ik had natuurlijk niks van, van trouwfilms of iets dergelijks, uh, iets dergelijks uh, gelezen, gehoord. Uh, dus vol ras, al ingaan. Ja, de verslaming is daarin uh, in de En uh, ja, tot op de dag van vandaag uh, lekker actief met het maken van, uh, van trouwfilms. Nou, dus dat is nice. dat. Dat was echt een super toffe ervaring. Uh. Je eerste trouwfilm met een Osmo en een mobiel? Heb je met een iPhone gefilmd? Of? Uh, nee, met een Android-telefoon. Dus uh, oh, dat hey. tekenvloeken. Ja. Ja, serieus? <laughs> ja, serieus. Met een uh, Samsung uh, Galaxy S10 uit mijn hoofd. S10, S S10 ook. S10 Plus, ja. ja. Oh, wow. Ja. En, nou ja, dat ging dus goed. En hoeveel ja. trouwfilms heb jij nu op de, heb je al gehad? Um, ik zit er bijna vijftig, denk ik, uit mijn hoofd. Maar ik heb er eentje met een, uh, met een smartphone gedaan. Want toen <laughs> ik eenmaal dacht van ja, dit. dit, dit er moet, er moet iets beter voor komen. Dus echt de maand daarna ook gaan investeren in, in, in geren, et cetera. Dus eind 2020 had ik dus mijn Sony A7 III. Wat net ook wel uh, tijdens de introductie al een beetje over, over Daarom, daarom hebben we je ook gekozen. Omdat je een A7 III hebt. A7S nee. A7 Ja. hebt. Nee, A7 III hè? Oh, A7 III. Daar oh, ben je mee, mee, de... mee begonnen. Laat maar, je bent ontslagen. Oké, okay, nee, <laughs> hey, later hè. Hey, iedereen is ooit begonnen met die A7 III volgens mij. Ik heb hem ja, ook nog steeds. Ik niet. Oh, ja, maar dat ben jij. Oh, oh, ik vind het wel echt hilarisch dat je met een telefoon gefilmd hebt. Ik zie ja. dat soms wel voorbij van... Uh, hey, when the couple has no budget. En dan zie je die voorbij komen. Denk ik, nah. Maar met zo'n iPhone... Uh, ik heb hem nog steeds niet binnen, hoor. Maar als hij binnen is, kan je volgens mij best wel goed mee filmen. Ik kijk even naar de iPhone kant. Maar. Nee, ik, pff, ik zou niet weten hoe je daar fatsoenlijk een beeld mee kan schieten. Heel eerlijk oh. gezegd. Nou, ik, ik, heb het, ik heb het ook een beetje zeg, een voordeel eruit gehad... als ik het hiermee kan... En je ja. kunt met deze lichtomstandigheden, met die hele kleine sensoren, je kunt er wat uithalen, dan moet ik het toch met een maar wat, wat is voor zo'n bruidspaar de reden om, om, om iemand in te huren die met een telefoon komt te filmen? Nou, Bedoel, de, niet... de meerwaarde is vaak dat, dat mensen eigen apparatuur hebben, wat apparatuur wat ze zelf niet hebben. Iedereen heeft een tele tele telefoon in zijn zak. Wat was voor hun de, de reden? De reden was eigenlijk omdat ik ook was ja. gestart. Ik kan natuurlijk die Osmo natuurlijk niet, niet voor niks. Dus ik was wel gestart met het filmmaken. En uh, het waren eigenlijk een soort van uh, goede vrienden uh, van mijn vriendin destijds. Uh, dus je zei, joh, uh, inderdaad, uh, geen budget, maar we willen inderdaad wel iets vastgelegd hebben. Zou je het voor ons willen doen? Wij zouden het echt heel tof vinden. Dus het was eigenlijk gewoon een vriendendienst. En ik heb dat gewoon met beide dan aangenomen om ja, uh, gewoon de diepingsprong om te kijken, om te ervaren hoe het is om een trouwe film te maken. En als je nu terugkijkt naar dat moment, wat, was, wat, was dan, um, wat, wat zou je nu tegen jezelf zeggen? Wat zou je jezelf adviseren? Je, je verleden, ik zeg maar, die, die toen begon. Zou, zou je nu tegen jezelf zeggen: Oké, okay, doe het maar gewoon met de telefoon, want ik heb er heel veel van geleerd? Of zou je zeggen: Oh, dat had ik niet moeten doen, want. Met de kennis van nu. Ja. Uh, zou ik de telefoon, denk ik, aan de kant leggen. Ja, zeker. <laughs> zeker als je ook ziet wat voor beeldkwaliteit je. gewoon nu uit die camera's komt. En dan heb ik het gewoon even over de Sony-camera's die ik zelf ook gebruik. Ja, dat is niet te vergelijken met een, met een smartphone, zelfs niet de, 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 de nieuwste high-tech smartphone die op dit moment uitkomt. Um, ja, als de belichting goed is, um, ja, dan kun je wel wat films maken. Maar ik zou dan ook echt wel gewoon in ieder geval een camera van 5600 euro kun je al veel betere beeldkwaliteit maken dan een, dan een high-end smartphone. Ja. Dus uh, met de kennis van nu, ja, dan zou ik het niet nog, niet nog een keertje doen of niet willen adviseren. Um, maar het is ook niet zo dat die film echt super slecht was of zo. De, de, het beeld was echt wel tof wat eruit kwam. Het was ook heel veel overdag. Dus ook bewust ook heel veel buiten geschoten. Uh, een hele lichte, lichte kerk was het ook. Dus het was niet zo dat er heel veel ruis of zo in je beelden was. Um, dus als er heel veel lichtmogelijkheden zijn, dan is het wel te doen. Intensief eventjes, eventjes aanpoten. Zou je het, het iemand adviseren? Nou, het, is voor, het heeft voor mij wel geholpen in die zin van: um, om eens te kijken naar zijn sfeer, naar zijn bruiloft. Zeker voordat je gaat investeren. Van is het ook echt filmen? Is het ook echt iets voor mij? Zou ik het ook echt met, met echt, zeker, keer hetzelfde willen doen? Dan wil ik me daarin ontwikkelen? Dus dat was voor mij wel heel tof dat ik nog met heel. Relatief weinig investeringen, ik bedoel, je hebt een Osmo Mobile, zo'n mm -hmm. zo gimbaltje, en je hebt een, echt een DJ Osmo erbij, nou, dat doet een relatief kleine investering toen die tijd, om iets te kunnen doen. Uh, Osmo Pocket al was dat ook nog echt letterlijk in mijn zak, die hele kleine gimbal. Oh, die had ik, ik ook, ja, dat Hebben... is leuk. Ja, superleuk, <laughs> dus daar heb ik ook nog wat beeldmateriaal, dat was eigenlijk soort van mijn, mijn gimbal shops eigenlijk, die ik zo in mijn telefoon plugde en dan ging ik mee aan de slag. Um, maar het heeft me wel heel erg geholpen in van een kleine investering, toch uh, tot ontdekking te komen dat het maken van films en de trouwfilms echt iets wat iets bij me paste, waar je je creativiteit in kwijt kan. Dus het is wel low budget ergens beginnen en ja, lekker in de film zien. Ja. Maar ja. zien. Ja. En maar zien. En als je daar al super toffe reacties op kreeg en hoe blij je daar het Bruispara al mee maakt, en denk ik van ja, dit moet ik doorontwikkelen, ik moet gaan ontdekken wat het is. Ja. Dus, uh, Zodoende ja, het is wel mooi om te horen dat altijd hè, mensen die de eerste keer een trouwfilm het is of helemaal, dus zijn ze helemaal verkocht, of ze vinden het echt helemaal niks. Ja, 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 inderdaad. Maar dat is gekker, hè? Maar, maar dat komt ook denk ik omdat het gewoon best wel een, een heftige, <laughs> het is best wel moeilijk zeg maar om een goede ja. trouwfilm te maken. En je komt in zo'n gekke bubbel van een familie of twee families die bij elkaar ja. komen en Zoveel druk en prestatiedrang, ja. weet je wel. En je wil altijd... iets vets maken, maar je hebt altijd een draaiboek. Ja. En mijn ja. nou ja, god, het, het kan heel erg afschrikken natuurlijk. Zeker. Inderdaad, die druk. En het is altijd ook anders. Het is niet dat je, zoals een business shoot kan wel eens eventueel vaak hetzelfde. Je hebt je script voorbereid, weet je wel. En als je op een trouw of een bruiloft, het loopt altijd toch wel iets anders dan hoe het in dat draaiboek staat. Dus uh, ja, moet altijd wel een beetje in rekening houden met uh, flexibiliteit. Ja, wauw. Wow. <laughs> hoe, hoe zou jij jouw... Uh, stijl omschrijven? Wat, wat, wat ben jij voor trouwvideograaf? Wat ben jij voor maker? Wat ben ik voor maker? Ja, hele goede vraag. Hoe zou ik mijn stijl omschrijven? Ja, het is met name hoe ik graag mijn shots eigenlijk maak, is uh, dat ik het cinematic, ik noem het een beetje een filmie, cinematic, wil combineren met het persoonlijke. Um, mm -hmm. um, dus wat ik eigenlijk heel vaak doe is, is, ik maak wel cinematic shots, dat vind ik echt super tof om te doen. Ik ook om daar ook uh, met B-roll en om daar de hele sfeer van zo'n van zo, uh, trouwfilm te maken. Uh, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar wat is volgens jou dan cinematic? Of wat is... Ja, wat is Want cinematic... wat op zich, iedereen roept dat. Ja. ja. <laughs> cinematic vind ik echt die, die uh, uh, sommige slow-mo-shots met omgeving, een mooie sunflare erin, uh, diepgang in je beelden. Dus de diafragma gewoon inderdaad uh, um, gewoon 1.8 of 1.4 als je, als je lens dat kan. En dan gewoon lekker in diepgang schieten. Vind ik mooi, dat, dat vind ik cinematic. Um, en dat combineer eigenlijk met het persoonlijke van zo'n dag. Dus ook persoonlijke shots erin, om dat en daar een heel mooi uh, beeld van te maken. En wat ik vaak ook persoonlijk doe, is de beelden niet altijd op ooghoogte schieten, maar mm. vaak ook wat lager. Om echt, als je de film terugkijkt als familie of vrienden. Dat je echt tegen het bruidspaar of tegen de, de familie opkijkt, ja. als het ware. Mm -hmm. In plaats van dat je ze op je neerkijkt. En, en dat gecombineerd met wat specifieke drone shots, dat is een beetje de stalen hoe ik hem. Uh, ja, hoe ik we aan het filmen ben. Met warme kleuren, et cetera, et cetera. Dus daar heb ik me afgelopen twee jaar wel een beetje op gaan leren. En hoe heb jij jou. Kan je al zeggen dat je een handtekening hebt? Dat je een stijl hebt ontwikkeld dat echt GVL is, Gerry-Anverloopik? Ik vind hem alleen. Ja, denk het wel. Als je mijn film ziet, kun je vaak wel zien: van dit is een Gerry-Anverloopik film. Zeker ook met. Omdat je logo ervoor staat. Heel baai. Ja, hey, nou, nou, de jongens, dat was ook meteen uh, de verrassing die ik wilde zeggen. Hè? Dat een mooi logotje uh, met de intro en in de outro uh, kwam. Nou ja, nou, dat was het dus. Nee. nee, Het is wel de manier van opbouwen. Uh, ook de manier de, de speciale muziek, van, van muziek die ik daarvoor kies. Um, uh, daar kan ik zo wel iets meer over vertellen. Ik vind muziek wel echt heel belangrijk, die ik in trouwfilms stop. Uh, waarom vind ik dat belangrijk? En dat is ook denk ik ook de handtekening die ik wil zetten. Um, ik heb de, uni, de, de mooie gave eigenlijk meegekregen dat ik uh, vanmorgen eigenlijk muzikant ben. Ik ben drummer van een, uh, van een leuke pop-rockband pop, pop, uh, die we met een aantal vrienden zijn uh, gestart een aantal jaar terug. Doen het super leuk. We hebben destijds ook nog heel veel semi gespeeld in de, in de Vorstin Hello. met onze band. Oké, okay, yeah. super tof. En uh, wat ik daarin het mooiste vind is dat je ook, dat ik ook met zo'n kennismaking, met zo'n bruidsparen of dat je in die dag zit, dan gaat voor mij die film eigenlijk al speelt zich al in, het, in mijn hoofd af van hoe die mm -hmm. moet zijn... en wat voor type muziek daar eigenlijk onder past. Wat past bij het bruidspaar? Dus daar ga ik ook de muziek, die selecteer ik dan, dan ook op. En op het moment dat ik muziek of ik mis bepaalde elementen... kan ik daarin elementen toevoegen. Um, met mijn gitarist, uh, kan ik dingen vragen om wat in te laten spelen. Ik ben zelf drummer, dus met mijn elektronische drumstel... kan ik gigantisch veel effecten op zo'n muziek zetten. En daar mix ik dus ook elke trouwfilm weer... maak ik voor het bruidspaar iets, iets unieks. En, maar, maar is het dan zo dat jij al jouw muziek zelf componeert? Nee, ik, comp hoe? ik componeer het niet. Ik koop ze wel in. Um, bijvoorbeeld een voorbeeld. Um, ik heb in oktober een heel, uh, een heel lief bruidspaar mogen filmen. Uh, wat, wat op zich, allebei waren ze erg gelovig. En op, op de gedurende de dag was er ook niet echt een feest met een dj. Maar was een van hun vrienden, die speelde dwarsfluit. En uh, die zongen dus ook en speelden dus ook psalmen eigenlijk gedurende door de dag. Dus ik ben gewoon naar die muziek gaan luisteren. En ik heb bepaalde toonhoogtes van die dwarsfluit heb ik gehoord. Nou, daar ben ik, daar heb ik dus bepaalde dingen van geselecteerd. Daar ben ik naar Artlist gegaan, dat muziekplatform. Dus mm -hmm. daar haal ik toen de muziek natuurlijk ook vandaan. En heb ik eigenlijk muziek gevonden die dezelfde toonhoogtes bevatten. En ik heb die muziek gebruikt en eigenlijk die uh, dwarsfluit continu door laten lopen. Alsof die dwarsfluit dus onderdeel was van dat nummer. Wow. Dus ik componeer het niet, maar ik maak er wel iets van, zodat het bruidspaar ook terug zat te kijken van. Is, is, is dat die? Ja, maar dat, is, dat het is, is wel echt. Dat, heel goed gezocht. Dat is wel niks. Ja, kijk maar, wij zijn geen muzikanten. Wij nee. hebben, ik, ik, ik kijk altijd een beetje naar die golfjes in de Artlist of uh, Music Band. En denk nou, dat is een beetje hetzelfde golfje. Oké, okay, uh, uh, eronder. En dan kijk ik, oh, dat klinkt helemaal niet. En jij hebt er natuurlijk mega veel verstand van. En ik heb nou deze tip nog nooit gehoord. Ja, maar, maar het, is, t, vindt... het is ook niet echt een tip. Als ja, je dit is... niet kan, als je geen muzikant bent, dan kan je dit ook niet. En dat nee. is denk ik ook gewoon de, 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 de kracht van als je. Via een ander beroep, ja, als ik het zo mag zeggen. Hoor. Maar als je via een andere weg, zeg maar, die trouwfilmwereld instroomt. Normaal gesproken zijn dat mensen die willen gewoon toffe beelden maken. Mm -hmm. Creatief bezig zijn, een beetje geld verdienen. Nou, dan ga ik een bruiloft filmen? Dat is vaak de, of, of je wordt gevraagd, omdat je toevallig een camera hebt en gebruikt. En dan word je gevraagd mm -hmm. van een bekende. Kom, mijn, mijn bruiloft filmen. Ja, hier heb je 200 euro, weet ik veel. En zo begin je dan aan die reis. Maar bij jou is het eigenlijk toch ja, een beetje vergelijkbaar gegaan. Maar omdat jij al een andere achtergrond hebt. Uh, kan je dat heel erg tot je, tot, tot je ja. superpower gebruiken, zeg maar? Weet je, het, ja. is, het is bijna jouw jou unieke onderscheidingheid... waarmee jij ook je films kan verkopen. Doe je dat ook? Of, of... Um, ik, 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 ik leg het eigenlijk te weinig uit op mijn website, eigenlijk. Um, maar dit is wel een gemiste kans dan. De, denk ik wel. Zou ik zo? Ja, ja. Hij gaat het gelijk aanpassen naar de podcast? Denk ik. Zeker weten. Zeker weten. Nee, het is ook het is een, een tweede natuur. Ik, 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 maak, ik speel al langer, ik drum al langer dan dat ik films maak. Um, en zeker ook met de, met, de, met de andere drie jongens waarmee we in een band zitten. Uh, wat ik de dus we gaan aanstaande weekend gaan we ook weer naar België. Gaan we uh, verder werken aan onze nummers. En dan combineer ik dan, ga ik achter een drumstel zitten. Dus dan, dan nemen we niet alleen op, maar dan, he, dan, dan film ik ook mezelf. Dus toch heel mooi om daar een combinatie in te maken. Maar zeker ook voor een trouwfilm, wat heel uniek is. Um, om ook de muziek zeg maar, uit te kiezen die ze ook niet verwachten, maar wel echt bij ze passen. Beetje om dat aan te voelen. En zeker ook gedurende dat ik op die dag zit. Dan gaat die film in mijn hoofd. Gaat eigenlijk ook al helemaal leven met wat voor type muziek het moet zijn. En dan weet ik al, hier moet een hele vette beat of een vette trom onder. Um, ja, die ik dan zelf inspeel en dan zelf gewoon onder het nummer edit om hem nog zwaarder te maken. Zeker ook naar die opbouw naar het jaar wordt met een trommer of vol een gitaar of een, of een viool of zo, die je ergens van een ander nummer haalt die je erin zet om hem nog meer body te geven. Dus ja, dat, is, dat zou mijn handtekening zijn voor trouwfilms. Echt dat stukje uniekheid in de, in de muziek edit. Dus ik begin ook vaak ook echt met het sounddesign, hè? Met, uh, met de muziek. Ik maak een mix en dan heb ik al in mijn hoofd van... hier moet ongeveer die clip komen naar het jaarwoord qua tijd. En daar ga ik ook echt op, op editen. Is het dan zo dat jij eerst je muziek bouwt nog voordat je überhaupt snijdt? Ja. Oh, ja. Oké. Okay. Ja, Kun uh, kan je, ah, kan je, kan je, je dat proces iets... iets niet, hele, niet helemaal. Wat ik eigenlijk doe als ik een, een trouwfilm heb uh, uh, geschoten... Uh, als ik dan thuis kom, probeer ik eigenlijk binnen twee dagen... eigenlijk wel door alle beelden heen te gaan. Door eigenlijk een eerste selectie te maken... En dan categoriseer ik alles uh, van aankleden van de, van de bruidegom, aankleden van de bruid, de first look, de ceremonie. Uh, dan maak ik eigenlijk een soort van verschillende tijdlijnen in. Of eigenlijk mapjes, zoals je kunt noemen, met geselecteerde beelden... die al eigenlijk al gesneden zijn met een in en out. Uh, dan weet ik ongeveer wat ik geschoten heb. En dan laat ik die beelden gewoon echt voor wat ze zijn. En dan ga ik echt mijn verleden focussen op het sound design. Ga ik ze zo op zoek naar muziek? Ga ik die, die dag inderdaad ook een volmaat in mijn hoofd afspelen? Ga ik muziek zoeken? En dan ga ik eerst die... Sound edit ga ik maken en pas daarna als die staat, dan ga ik daar de muziek op klippen en als die muziek daarop staat, sorry, de, de, de beelden daarop neerzetten. En als die beelden daarop zou kloppen, doe ik daarna nog een stukje sound design met, met windeffecten, met sound design, et cetera, et cetera. Dus dat is een beetje het proces hoe ik, uh, hoe ik mijn trouwfilms, uh, trouwfilms maak. Hoe... Ik ben wel heel benieuwd, want ik zit nu iets te vertellen over mezelf. Maar hoe, hoe doen jullie dat eigenlijk? <laughs> ik, ja, heb... ik begin met muziek, dus... Nou, ik ga eerst even muziekles nemen, heb ik gehoord. Nee. <laughs> Om het goed te kunnen sounddesignen. Nou, bij mij is het ongeveer wel hetzelfde. Maar ik ben gewoon minder met de muziek bezig natuurlijk. Dus hè, ik, zoek, uh, ik spot inderdaad en dan ga ik op zoek naar de muziek. Of ik heb misschien al de muziek. Maar dat hangt echt een beetje ook van de bruiloft af. Soms heb je de muziek heel snel en dan denk je nou dit wordt het nummer en bij andere bruiloften ben ik daar best wel lang mee bezig omdat het dan een specifieke aanvraag of een specifieke stijl is die ik niet zo snel kan vinden en dan duurt het allemaal wat langer maar uh, ja de flow is wel ongeveer hetzelfde gewoon spotten ja. muziek en dan het erin zetten maar ja sound effects bijvoorbeeld dat is echt pas het laatste wat ik doe ja precies ja ja hey, en, en Even nieuwsgierig en dan, haken we, dan, dan stoppen we dit stukje voor nu even. Maar uh, tenminste over, over muziek dan specifiek. Mm -hmm. um, want ik wil nog heel veel andere dingen met je bespreken. Um, stel, jij zou N Nadesh nu adviseren. Uh, Nadesh die doet wel iets met muziek, maar niet zo nou, next level als jij. Wat zijn. Handige tips die je haar nu zou mee kunnen geven. Ik zit je een beetje voor blok nu, maar... <laughs> maar, maar wat zijn handige tips dus voor haar? Om, uh... ja, nee, ja, goed. Ja. Uh, en mij trouwens ook. Uh, wat zijn handige tips die, uh, die je mensen zou meegeven die dus zeg maar muziek gewoon gebruiken als een soort van ondertoon? Zo van ik hoor eronder en het is klaar. Maar wat kan je nog meer doen zeg maar, om muziek echt je, je, de, be de beleving groter te maken? Gew gewoon namens je als muzikant ook. Wat, wat zie je vaak fout gaan bij andere makers als je naar nou hun trouwfilms kijkt, wat dan muziek gerelateerd is? ja dat denk ik dat ik daar een mooi antwoord op kan geven uh, muziek is namelijk ook echt dat is bedoeld dat je hem kan voelen zonder dat je dat beeld bij hebt en op het moment dat je de, de muziek al voelt je hebt er ook nog eens een keer beeld bij dan gaat zo'n film natuurlijk veel meer leven omdat het echt naadloos op elkaar aansluit want een nummer van muziek is natuurlijk gemaakt niet specifiek om daar beeldmateriaal op te zetten zo die, die, die muzikanten die maken die muziek dat je met je ogen dicht dat je kunt luisteren en dat je die muziek ook voelt en ervaart en daar zelf een verhaal op kunt vertellen dus als die naadloos op elkaar aansluiten is het natuurlijk super tof dus wat ik dan vaak doe is inderdaad gewoon uh, die dag gaan ervaren uh, met de kennismaking met zo'n bruidspaar. Eigenlijk al bepaalde dingen doorvragen van hoe ze zijn, wat voor muziek luisteren ze, uh, hoe zit de sfeer in huis. Ik wil ook met zo'n kennismaking ga ik ook altijd bij ze langs. Om eens te kijken van hoe, hoe, waar zitten jullie, hoe hebben jullie huis ingericht qua kleuren. En om, om, dan heb ik al een heel goed gevoel van wat voor typen het eigenlijk zijn, en wat voor type mensen het zijn en wat voor muziek ze luisteren. En op het moment dat je dan die de tip die ik dan, uh, ja eigenlijk een tip van... Eigenlijk iets wat, wat voor mij eigenlijk heel natuurlijk voelt... is als je dus muziek gaat uitzoeken... om heel makkelijk te beginnen. Daar hoef je geen muzikant voor te zijn. Om eens te kijken, wat mis je nu eigenlijk in een nummer? Zit er eigenlijk wel... zit eigenlijk niet. Soms heb je ook nummers die heel mooi zijn... maar net niet genoeg klippen of zo. Net niet, net niet een hele toffe opbouw hebben. Nou, dan kun je met, met het sound effects. en er zijn er genoeg van te vinden met drumpartijen op het internet... kun je dus inderdaad op die golfjes... kun je wel een eigen trom of een eigen snare... of een back-end symbool uh, noem ik het even... kun je eronder zetten om toch... Die clip te kijken en dan zul je zien dat je met twee, drie extra lagen, waar alleen maar een klap en een, een symbool in zitten, dat veel meer extra dimensie geeft aan het nummer met het beeld op het moment dat ze ja zeggen. En dat is een hele kleine tip. En op het moment dat je die kleine dingen in, in de vingers gaat krijgen, dan, dan denk ik dat jullie ook zo om zijn om, om daarmee mee te gaan doen. Want een hele kleine aanpassing kan dan één keer een hele andere vibe aan de nummer geven. En dat is vaak al genoeg. Ja, ja. goed. Oké. Okay. Ja, ik neem hem me mee. Ik heb geen trouwfilms meer staan, maar... Uh... Brian oh, wel. Ja. <laughs> Hey, vind jij dit een, een leuke podcast? Vergeet het natuurlijk niet even vijf zetjes achter te laten... in je favoriete podcast-app. Uh, we zijn te vinden in Apple Podcasts en op Spotify. Superleuk. Um, Laat een reactie achter. Dat uh, zouden we allemaal hartstikke leuk vinden. En vergeet natuurlijk niet te delen of te subscriben... met al je vrienden die ook in de trouwbranche zitten. Dan uh, nou, raken wij lekker gemotiveerd... en dan uh, blijven we lekker veel afleveringen maken... met eventueel nieuwe gasten, los van Gerjan. Geen jan, we hebben het net gehad over je goede pluspunten, hè? De, de dingen waar je goed in bent, maar wat zijn nou typisch jouw zwaktes? Heel lullig om je, om je dit te laten vertellen. Ja, maar, maar ik wil hier eigenlijk ook gewoon mee aantonen... dat hoe goed iemand ook lijkt of klinkt... dat iedereen altijd wel um, uh, ook moeite heeft met sommige dingen. En dat dat heel normaal is eigenlijk. Dus ja. waar, waar heb jij moeite mee? Nou, ik ben blij dat je het vraagt inderdaad. Want ik voelde mezelf alweer op een troon hier gezet worden... terwijl ik dat helemaal... Ik hou daar niet zo, uh, niet zo van. Dus uh, blij nou, dan, dat je dan, vraagt. dan moet je hier niet zijn. Uh, dat is ook weer zo. Ja, ja, lekker man. Een grote troon hier zo. Ik zit op zich wel hoog, hè? Je ja. is, uh, Nee, twee, dat zijn eigenlijk twee dingen. Um, uh, de eerste eigenlijk, maar ook meteen mijn valkuil, is het, het, het nee uh, zeggen. Ik ben eigenlijk meer een ja zeggen van uh, kansen zien, aanpakken en mijn ja zeggen. Uh, maar ja, moet je het ook, ook waarmaken. En uh, soms heb je gewoon echt geen tijd en moet je echt een keer voor jezelf kiezen om nee te zeggen. Ja, dat vind, die vind ik echt heel lastig. Als ik echt die stof vind, denk ik, ja, hij kan er nog wel bij. Het past nog wel in de agenda. Dan nemen we het toch gewoon aan en dan zeg ik ja en dan ga ik er vol voor. Maar je loopt daar wel eens zelf ook te, tegen de muur aan. Merk ik zelf dat je gewoon te veel op je bordje hebt. Wat, wat gewoon lastig is. Dus dat is echt een, een zwaktepunt voor mij. En uh, waar ik ook echt uh, tegen aanliep, zeker voor het maken van trouwfilms. Hè? Dus ik, ik refereer me eventjes op de podcast. Dat was met name op het moment dat je bij een bruidspaar zit. Je um, eigenlijk ook de kennismaking doet. Allebei super enthousiast zijn. Dan dat je na, tegen het einde van zo'n kennismaking nadert. En dat ze zeggen, Gerian, je moet één ding weten. De fotograaf heeft een alle tijden voorrang um, en dan komt het verhaal achteraan van ja, we zijn een beetje onder druk gezet door vrienden en familie om toch maar een film te maken, maar niet zo heel belangrijk. Om daar een beetje mee om te gaan, dat vind ik lastig, want ik, ik, wat we maken en jullie weten dat ook, we maken iets unieks voor, voor het Bruisvaar. en um, die, dat vind ik wel erg lastig om daarmee om, daar om te gaan. Ik... Waarom? Het is met name, um, je, je denkt toch de hoe je klikt te hebben op een of andere manier. En dan toch krijg je het idee van, nou de fotograaf in voorrang. Dus um, um, wat jij doet is eigenlijk niet zo belangrijk. Dat gevoel krijg ik dan een ja. beetje. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Uh, maar ik moet er in mijn hoofd op dat moment wel even de switch maken. En dat kan twee minuten duren. Maar die twee minuten duren natuurlijk voor een bruidspaar tegen wie je aan het praten bent. Kan wel lang duren. Mm -hmm. Dus dan, um, ja, dat, dat is echt gewoon een leermomentje waar ik uh, wel steeds beter in word. Uh, maar dan moet ik. Afgelopen, zeker dit jaar hè, dat je wat je meerdere bruiloft hebt gedaan, was al een dingetje waar ik tegen liep en dacht, oh ja, ja, zo kan natuurlijk ook. Ja. Herken jij dit? Ja, uh... nou, nou, niet het stuk over uh, dat bruidspaar, dat ze zeggen. Ik heb het volgens mij wel één keer gehad dat ik second shooter was. En toen was het inderdaad, uh, toen wilden ze eigenlijk geen video, maar toen hadden ze dat gekregen, en stond ik daar met het statiefje bij de ceremonie achterin. Maar ja, dat was ook niet mijn bruispaar verder. Dus uh, prima. Maar ik, ik denk, als ik als mensen dat tegen mij zeggen, dan denk ik ook, nou ja, dan zoeken jullie maar een andere videograaf. Hoe, dat ook, hoe kut dat ook klinkt en stom. Maar dat zijn niet mijn mensen. Ik wil wel gewoon dat ik ook samen met de fotograaf uh, gewoon lekker voorin kan staan. Zonder dat ze zeggen: Ja, maar die is belangrijker. Dan denk ik ook, ja, nou dan. Uh, ja. Zoek het maar uit. Ja. Ja, maar het, is, het, is, het is ook lekker om... des te vaker je nee zegt... des te vaker je ja kan zeggen... tegen dingen die je wel wil doen. Ja, ja. ja ik merk ook wel inderdaad... dat ik eerst al die bruiloften... Hè, die aanvragen die ik binnenkreeg... dacht oh ja, ja leuk, leuk, leuk. En nu zit, ik, zit mijn agenda zit echt al vol bijna. Nog maar vijf die ik aan kan nemen. Dus ik ben nu ook gewoon selectief in de bruiloft. Als ik zie dat die helemaal in Arnhem is... ja, wil ik die er nog bij hebben? Want ik heb er al zoveel ver weg uh, van Den Haag... Dus ik ben nu gewoon iets selectiever in de, in de bruiloften. En of ja, sommige mensen zeggen dan: oh, maar kan dat dan wel? Want je doet toch gewoon een dienst en mensen vragen jou. En dan moet je het toch gewoon gaan doen. Net zoals je een koffie bestelt of zo. Ja, maar ja. ja, ik vind dat toch, ja, je moet. Het is hartstikke veel werk. En je moet op zo'n dag gewoon jezelf ook fijn voelen. En niet dat je daar ongemakkelijk staat. En eigenlijk had met de gedachte van nou, ik had liever ergens anders gestaan. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Nee, ja, totaal. Ik ja. ken het helemaal. Ja. <laughs> ja, nee, totaal. Kijk, mensen denken dat je... Soms, soms krijg je gewoon ineens zoveel aanvragen binnen... en dan denk je, oh, wat moet ik ermee doen? Nee. En, dan, en dan ga je gewoon puur selecteren... Uh, soort van, ja, het is bijna vleeskeuring, maar het, waar ik naar kijk... is dan, oh, je gaat trouwens op een toffe locatie... Mm -hmm. doen ze moeilijk over het budget, weet je al, gaan ze, gaan ze al gelijk met eerst eerste contact lopen afdingen... weet je wel, dat soort dingen. Nou, daar haak ik enorm van af, weet je wel. Ja. Als dan denk ik al van, ja, waarom zou ik hier aan beginnen? Weet je, überhaupt. Kijk, en als er daarna nog een goed verhaal komt... Of, of je krijgt empathie omdat er bepaalde situaties zijn of zo... dan wil je daar natuurlijk gewoon altijd in meedenken. Maar over het algemeen... wij willen ook gewoon de tofste te filmen. Uiteindelijk, toch? Ja, ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Hey, Nadees, jij, jij bent zelf... Dat is allang bekend in deze podcast. Jij bent dronevlieger. Ja. Superleuk. Gimbals en drones. Eindelijk kunnen we lekker langer over drones praten, want er iemand tegenover mij zit die dat ook doet. Heb je wel eens FPV gevlogen? Nee. Kan je kort uitleggen wat het is, FPV? Nou, dat is met een brilletje op en dan ga je zo er langs. Hoe deed je dat? Gewoon wat... Het is wat sneller dronevliegen, noem ik het ook wel. En het is meer... Uh, door dingen heen en omheen. Uh, waarom ik dat niet doe? Nou, ik, heel, heel makkelijk gezegd, ik heb uh, last van motion sickness. Dus als Oeh. ik zo'n bril op heb, dan ben ik ook in staat om gewoon gelijk over te geven. Dus, uh, <laughs> Sta je dan op een of. <lacht> 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 hoe tof ik het ook vind, misschien kan ik het een keer proberen met een pilletje erin. En dan niet een ander pilletje, maar gewoon zo'n <laughs> zo pilletje tegen zeeziekte, zeg maar. Um, dan... zou, dat, zou dat helpen? Nou, dan helpt het wel als ik op een boot bijvoorbeeld zit of in de auto. Okay, dus grappig, ik, ja. ik denk dat het wel, als ik zo'n bril op heb, dat het dan werkt. En ik vind het echt heel tof. Want ik zie vaak shots en denk ik. Ja, dat wil ik ook. Want ik hou van natuurlijk ook van luchtbeelden en ook zeker zo eromheen. En, maar uh, ik skip hem voor nu nog even. Ja, want voor de mensen die dus de podcast luisteren of kijken. Het, uh, je hebt dus het, het normale droomvliegen. vliegen. Ja. En daarbij heb je dus een soort van next-level droomvliegen, vliegen. En dat is dan het FPV. Toch? Dus zo kan ik het ja, onderscheiden. Ja, Next Level. Ja. Het is gewoon wat, wat, wat sneller en wat. Uh, ja, vlotter. Hoe zeg je dat? Gewoon wat sneller beeld. Ik... Dynamischer. Dynamischer. Je kan, maar je kan ja. er echt wel duidelijk hele andere soorten beelden mee schieten. Ja. Ja, dat is wel. Um, nou, we hebben toevallig een, uh, een, een FPV-vlieger hier aan tafel. Ja, nou, dat is echt uh. <laughs> toevallig. Je zou het niet <laughs> verwachten. Nee, <man. laughs> um, uh, Hoe ga je te werk als je FPV-vliegt? Hoe, hoe gaat zoiets? En dan bedoel ik even specifiek even met bruiloften. Want ik ken persoonlijk niemand die uh, FPV heeft gevlogen op een bruiloft. Dro normale drones kom je overal tegen. Iedereen mm -hmm. gebruikt ze. Fotograaf, videograaf, weet je wel. Ze worden mm -hmm. gewoon gebruikt. Uh, maar ik heb nog nooit iemand met een, uh, met een uh, bril op zijn hoofd uh, als een soort van... Uh, oh, ik ga nu film kijken, maar dan ergens in het bos. <laughs> weet <je wel>? ja. <laughs> in een soort van 3 d omgeving um, Dus, dus kijk je, je Gewoon echt lekertaal. Hoe werkt het? Je zet een bril op je hoofd. Wat zie je? Hoe, hoe gaat dat? Ja, het is, het, is, het is echt een hele andere manier van, van, uh, van dronevliegen. Ik uh, ben natuurlijk wel gewoon begonnen inderdaad. Ja, ik noem het ook geen normale drone vliegen want je had het net over next level. Maar ook om een Mavic uh, hele mooie beelden te maken zonder dat er heel veel beweging in zit, is ook next level. Uh, daar weet je natuurlijk alles van. Dat kost ook gewoon training. Maar het is echt een andere manier van, van vliegen. Je hebt inderdaad een, uh, een bril op. En eigenlijk het proces wat je hebt, wat je um, bij jezelf eigenlijk ook al uh, te raden moet gaan. Dus het kost gewoon veel meer tijd. Um, de vleugeltjes noem ik me eventjes, propellers moet je elke keer weer opnieuw uh, erop doen. Dat kost gewoon een minuut of drie, vier. Een soort van een IKEA bouwpakket. Ja, het <laughs> is wel een bouwpakketje wat je bij hebt. Ja. Ja, ja. En je, kunt het gewoon, je kunt hem ook gewoon heel erg even in de tas stoppen. Alleen ja, het, het, is, het, het voelt gewoon niet fijn. Agiel. Het, het is gewoon, ja, ja dat we je niet. Hij is ook kreeg bestendig, maar het is gewoon: het is wat groter, het is wat zwaarder, wat lomper. Uh, je fout hem niet zo makkelijk in als je je malen drones die je die je bij hebt. Dus het is. De, je hebt iets meer, meer, meer bagage die je ook, ook bij hebt. Maar het is wel heel tof, want je, begint, uh, je hebt extra accu's, je hebt een bril. Je, je moet je bril natuurlijk aanzetten, je zet je accu aan. Dan uh, je, je speciale afstandbediening, want je hebt weer een extra afstandbediening nodig dan die je natuurlijk met een normale drone vliegen hebt. Die moeten dan met elkaar zinken en dan moet je de drone natuurlijk opbouwen, dan moet je je drone aanzetten, je accu's even checken. Nou, dan moeten dat alle drie, moeten het ook weer met elkaar zinken. Op zich klinkt dat vrij logisch. al dan het vliegen dan met zo'n zo FPV, en dan met zeker op een bruiloft, is dat je het maar één keer kunt doen. Uh, er is natuurlijk heel vrij weinig tijd op een bruiloft, zeker met je shoot. En zeker als je ook zo'n shot wil maken. Dus je dat je bent opgebouwd en ook weer het, het, het afruimen daarna. Dan moet je gewoon zeggen: je, kunt, je hebt gewoon 4-5 minuten om een shot te maken en dan moet je het ook doen. Alleen het nadeel is ook van zo'n FPV: drone is dat je echt gewoon manueel vliegt. Dus op het moment dat jij je ras loslaat, dan krijg je die. Dus je moet je eventjes oh ja. zorgen dat je geen jeuk gaat krijgen. Dus je zorgt eventjes dat je al je zweedruppeltjes want van je voorhoofd... Geen sensoren voor, achter. Precies. Het is gewoon tegen de boom en dan ga je ook tegen de boom. En dan boom. ga je tegen de ja. boom. Hij stopt niet. Als jij niet stopt, dan stopt hij ook niet. Want, mijn... want een normale drone blijft gewoon hangen. Ja, dat doet hij niet. Je moet ook zelf opstijgen en landen. Waarom is... wil je dit? Waarom doe je dit? Ik voel gewoon al een soort van versnelde hartslag als hij het erover heeft. Want ik, ja. soms gaat het al bij een DJI drone bij mij omhoog. Maar als ik dit hoor en ik moet gassen en ik moet opletten... En hij valt gewoon uit de lucht als bijvoorbeeld het bereik uh, er niet meer is. Ja, ja en je, ja, jij bent een ervaren droomvlieger. Ja. En jij hebt er, ja goed, maar. Klein stapje terug nog. Oké. Okay. Ja. Waar, wanneer was het moment dat jij dacht: dit is een goed idee? <laughs> nou, het was sowieso een goed idee toen ik begon met FPV vliegen, dat ik graag toch wel wat, uh, ja, wat exclusieve dronebeelden wilde maken. Zeker ook op als je naar het buitenland gaat over die bergtop heen, dat je echt in die bril, echt in die drone zit. En ja, want, dat je... Kijk, wat hier kan ik me iets bij voorstellen. Hier ziet de meerwaarde van in. Mm -hmm. Maar bij een gemiddelde Nederlandse bruiloft, die trouwen in een kerkje of in een kasteeltje. Wat zich, het ziet er leuk uit, maar inmiddels kennen we die beelden al. Ja. Als je het aan mij vraagt hoor, ik wil niemand... Nee, oh, maar... nee, maar, het is al... nee maar het is al vrij snel, is het een beetje, een beetje van hetzelfde. En met zo'n FUV probeer ik me af te vragen... wat is dan precies de meerwaarde van die snelle beelden? Want in het buitenland kan je dus inderdaad over bergtoppen. Je ja. kan langs rivieren, je kan overal tussendoor. Weet ik wat. Dat kan me echt iets bevoorzien. oh Dat is vet, je ziet soms die beelden op reels, of weet ik ja. veel waar. Uh, ja, het is... Maar dat is, het, het is nooit op een bruiloft. Nee, en dat is eigenlijk waar, waar ik dit jaar ook mee ben, ben gaan experimenteren. Ja. Dat het heel tof is en uh, mensen... We um, hebben ook de associatie, fv 4 dat zijn race-droods. Moet super snel, daar moeten salters in zitten. <laughs> uh, of het bruidspaar zo, wii. Ja, onder super. de benen door. Ja. Ja. Oh, dat is wel vet hoor. Super vet, ja. Zo. Je snapt hem, hè? Dus nee, zeker niet. Maar het idee is daar wel in begonnen. Dus dat je, um, twee weken terug heb ik ook uh, kennis gemaakt met een bruidspaar die je geboekt hebben en hebben ook plannen gemaakt. Die hebben dus zo'n. Uh, oud volkswagen busje. En dan gaan we dus echt naar zo'n locatie toe. waar je hele uh, Waai Weiland hebt. en zo'n kasteel op de achtergrond. Dat is ook echt vlakbij bij mij in de buurt. Dus ook echt het trainingsgebied waar ik ook heb leren vliegen. Dus dat ken ik op mijn duimpje. Ik weet waar de boompjes en de struikjes staan. En uh, hoe tof is het dan dat je gewoon zelf. In die, in, die, in die volksware bus zit met die bril op. dat je ook uit het beeld bent. En dan vlieg je gewoon naast die, buur, naast die bus mee, erover, erachter. En dan je kunt door boompjes heen. maar je blijft die bus volgen. En dat geeft. Net een ander beeld dan wanneer ik daar gewoon mijn Mavic uh, had gehad. Ik gebruik die Mavic ook. Maar dan heb je mensen verwachten niet in één keer dat beeld dat je in één keer uit een struik kon vliegen en in één keer met uh, als het ware uh, kunt belanden in die bus. Ja. Als we dat zouden doen. Want een want want... hele praktische tip wat je nu net tussen neuslippen door vertelt... is jij, als je zo'n shot maakt van zo'n rijdende auto. Ik bedoel, ik, ik weet niet waarom, maar ineens denk ik de. Maar het is ergens heel logisch aan de andere kant briljant je gaat gewoon in diezelfde auto zitten, ja. en dan ga je vanuit daar gewoon, ja, ik heb daar zelf nooit bij nagedacht. Me ik nee, denk Ik nu, mij ook niet, nee, ik nee. heb in een auto ja. gezeten. Nee, dus ik nee. denk, ik denk altijd van, nou ja, goed, dan gaat die auto rijden en op een gegeven moment, nou, oké, een stukje meevliegen en dan moet je een keer terug, weet je wel, want anders ja. is je, is je is bereik je, ja, uh, weg, zeg maar. Dus dit, ik, ik vond altijd mooie shots, weet je wel, alleen ik nooit ben de stilgestaan dat dat natuurlijk ook gewoon kan dat je in die auto gaat zitten. Ja, je gaat er gewoon, gaat er gewoon bij in zitten en ja. dat kan ook niet altijd, want soms heb je gewoon echt geen plaats en dan moet je of gewoon op een open open dak afstand, dak of, zo. of een open dak zit je daar met je brilletje. Ja. <laughs> Dat is wel mooi. Ja, als je het hebt over motion, sickness, dan is ook echt wel even trainen, inderdaad, met een met een auto ja. of een bus meegaan die je natuurlijk bewegingen maakt die jij niet ziet, want jij zit in de lucht. Dus dat is echt wel een ja, echt wel trainen. Dat is echt wel next level. En want, en, to, want hoe lang heeft dat voor jou geduurd voordat je dat een beetje um, kon? Ik, ik moet zeggen, sneller dan ik eigenlijk had verwacht. Ik, ik ben daar in het begin vorig jaar mee, mee begonnen. En na een maandje of drie, vier, toen stapte ik al wel in een in een auto om het, om het te proberen. En dat ging eigenlijk vrij goed. Okay. Um, um, wat ook leuk is, ook dat DJI, het merk dat ken je natuurlijk ook als geen ander, mm. hebben natuurlijk ook FPV-instapmodellen uh, op de markt gebracht. Je hebt de DJI ja. FPV en de DJI Avatar, uh, als ik het zo mag noemen. En dat zijn gigantisch mooie drones die ik zelf ook gebruik, wel met een externe camera bovenop. Um, want wat, wat op, voor camera zit je op? Ja, een GoPro of een, of een DJI Action Cam. Oké. Die zijn qua stabilisatie eigenlijk net een stukje beter, want ze beweegt natuurlijk gigantisch veel mm. en uh, de camera's zijn, leveren wel in omdat je live moet meekijken. Je hebt gewoon niet altijd de camerakwaliteit en je frame rates die, die je wil hebben natuurlijk voor een film. Dus dan zet je eigenlijk een externe camera daar, daarbij bovenop. Uh, maar ja, maar los daarvan, die drones bieden wel... die stabilisatie op het moment dat hij zijn bereik verliest. Of jij denkt, oh, ik ben de controle kwijt. Dan zit daar een safe button op... waardoor hij zichzelf weer stabiliseert en blijft hangen. Dus dat maakt ook het instappen voor, uh, naar FPV-shots... ook weer wat makkelijker voor de mensen. Um, ja, wat ik ook graag wel wat dingen over vertel... want dat is gewoon heel tof om daar... Je zit te verdiepen als je FPV wil gaan vliegen, want dat is heel easy om dat uh, zo te kunnen doen. Ja. Je, kun je op een manier als een Mavic drone, kun je zo'n ding vliegen. En op het moment dat je er echt klaar voor bent, daar gaan zet je hem naar manual. En dan krijg je de volledige FPV ervaring. Met de failsafe-button. Op het moment dat je het echt niet meer kunt, dan druk je die knop en dan blijft die hangen. <laughs> ja. Oh, dus er is wel een... Uh... Uh, ja, ja daar die... is, is nu de techniek nou, in de Nee, dat is, je kan... Ja, kijk, wel, die controller, die kan ik wel blind zo... Uh, maar het gaat me meer om als ik zeg maar, ik zie wat die drone ziet. Oh, nou, ik zit soms al, als ik losvlieg, zit ik ook al helemaal zo. Zeg maar, ik, voor de mensen die, niet, die zien het niet zien, maar ik hou nu echt mijn handen voor me. Dan zit ik echt zo te kijken. Dus... Uh, Misschien ga ik het een keer proberen. Want, want heb je het überhaupt ooit overwogen? Ook ja. nou, die DJI, die Avata, die is natuurlijk nu net uit. Ik denk een half jaar of zo. Ja, Even ja. Um. ja, ik heb er wel over nagedacht. Maar toen dacht ik, ja, ga ik het veel gebruiken? Weet ik niet. Ik doe meer ook, ook dronefotografie en zo. En ik had liever een betere drone. Dus ik heb de Mavic 3 gekocht laatst, classic. Ja. Uh, dan een... Uh, FPV, die. Hij staat nog op de bekooplijst voor volgend jaar. Misschien. Maar eerst een keertje vliegen. Of ja. ik het echt, of ik er uh, goed tegen kan. Ja, het, ja. Is, het is niks voor mij. Ik, ik raak wel in paniek als ik een normale drone de lucht in gooi. En dan ben ik ook blij als hij hier heel hard terugkomt. Maar ik gebruik de Mavic 1, dus dat ding is ook niet heel erg goed qua connectie en zo. Oh, wel, die Air is dat toch? Ja, de is ja, ja, dat is echt een schattig oh, die... dingetje. Ja, heel schattig. Heb het... ik ook nog, maar wel super tof. Wifi ja. bereik je? Het, 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 ja, het werkt. Het die werkt. heeft me hart meerdere keren beschadigd. Ja, mij ook. Daarom ben en ik blij als hij terug is. En mijn duim. Maar wat, wat, wat zou voor jou de, 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 de paar shots Stel, je hebt een bruiloft, ze willen heel graag FPV. Het is een beetje, nou, laten we zeggen, saaie locatie. Het is niet heel veel spannends aan. Wat voor shots zou je kunnen maken met zo'n FPV om het alsnog een mooie toevoeging te laten zijn voor de bruiloft? Voor de ik, trouwfilm? Je had het bijvoorbeeld over een uh, kasteeltje plan uh, voor, voor volgend jaar ook. Dat we nu al maken zijn. Dus is ook een, uh, op een locatie op een kasteel. Super gaaf kasteel. Uh, waarin inderdaad ook alleen maar beelden van zijn vanuit, uh, vanuit de lucht. Enfin, ik noem het even in de merken vanuit de Mavic uh, perspectief geschoten. Ja. Um, ja, plannen die we nu bijvoorbeeld aan het maken zijn, is op het moment dat er beneden een soort van borrel of iets dergelijks is, of het bruidspaar staat daar met de shoot, met z'n tweetjes, helemaal alleen op, op, op die locatie. Dat je echt met die Avata, want die, daar kun je ergens tegenaan vliegen, zitten goede prop guards zitten erbij. Dat je gewoon inderdaad van buiten aan kon vliegen. Je vliegt door die toren heen. Op het moment dat je uit die toren bent, dan laat je hem naar beneden vallen. Dat je het bruidspaar ziet en dan kun je dat, omdat je als je de 4K of, of 8K filmen, zelfs al als je dat zou kunnen doen met die externe cameras bovenop, kun je dat in slow-mo filmen en kun je hem eigenlijk ook heel snel die dijk, die dijk, die dive maken, meteen ook afbreken en dan een in mo en in pose eigenlijk zo bewerken, alsof je inderdaad heel rustig naar de vijspad. Dus dat dat zijn eigenlijk de de type shots die je daarmee kunt doen en dat ja. maakt dan net echt die, die extra vette dimensie die, die dat men totaal niet verwacht. En zeker als je zo'n zo film hebt waarin ik hem laat opbouwen, in de shots steeds sneller gaan mm -hmm. en dan komt er in één keer zo'n FPV shot van één keer in. Wat dat is super super sick Vind ik hè. dat vind yeah. ik super sick om om te doen. En uh, het geeft ook alweer een stukje uitdaging. Want je is dat. Je wilt niet crashen. Je, je, je wilt je best doen. En je hebt die accu gaat zo heet, Dus na vier, vijf minuten moet je je shot doen. Dus je kunt er ook maar één of twee keer doorheen. Ja, en als je hem boven crasht, moet je weer naar boven om die drone te gaan halen. Hè? is is niet te horen. Dus je, je moet je daar een beetje van op, op voorbedagd zijn. Yeah. Maar dat zijn wel super sick uitdagingen. En als het lukt, dan zijn die beelden wel echt super tof. En lukt het niet, dan ga ik terug naar mijn Mavic om. Uh, om er ook doorheen te vliegen. Want zo ben ik eigenlijk met FPV begonnen. Om gewoon met Mavics door uh, de takken en door bomen heen te vliegen. Door... Maar dan zet je dus die automatische detectie zet je uit. Ja, dan moet je wel uitzetten. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dan stopt ja. hij. Uh, dan denkt hij alsnog al dat hij Obstakel. wat ziet. Ik ja, ja. Ja, ja. Ja. ben wel benieuwd. Ben je een keer gecrashed? Uh, ja. Niet met de, de normale uh, drones, maar de FPV één keertje. Op een bruiloft ook? Nee, nee oké. Okay. Ik had hem Gelukkig. denk ik een maand. En het leuke van die, uh, van die drones is dat er ook hele apps bij zitten en simulators. Dus je kunt ook echt in de, um, op je computer kun je urenlang oefenen voordat je echt denkt, ah die drone die heb ik nu onder controle. Uh -huh. Inderdaad, mee naar buiten gegaan. En um, ja, zo eigenwijs als ik ben. En ik ja, je weet je, die drones kun je FCC hacken. Heel technisch, maar in Europa zijn de... Uh, gewoon de de bro, de bro band is wel, wel wat minder sterk dan bijvoorbeeld wanneer je hem in Amerika zou vliegen. Dus ja, met een software engineer dus een beetje met zijn FCC hè, kun je toch de volledige sterkte van zijn drone. Hey, dit is voor mij echt blaar. Ja, ja, ik heb dit wel eens gehoord. Oké. Okay, ja. Voor mij is blaar. Sorry. Komt er <laughs> op neer in, even technisch gezien met zijn 4 drone in, in, in Europa als je hem zo zou installeren en je zou hem op zegt stijgen zegt oh je, je zit in Nederland dus ik, ik gebruik één kanaal terwijl je drie tot zijn beschikking heeft. En met zo'n hek, dan kun je gewoon wel de drie... alle drie de kanalen uh, to, heb je tot de beschikking. Heb je je de beveiliging eigenlijk. Mag ik de beveiliging noemen? Ja, ja. nou, het is een soort... Misschien nee, moet hij niet zo de liep op in. Nee, nee ja. moeten, het is ook in veiligheid. Ja, ik vind ja. het juist veiliger dat je alle drie de kanalen hebt... omdat je dan Beter. minder latency en je ja. beeld vertraagt niet. Nou, maar goed. Uh, maar dan... <laughs> Maar ik dacht die dus aan te hebben staan, dus ik vloog uh, vanuit achter uh, bij mijn woning, en dan heb ik een groot weiland heb ik daar, dus ik denk ah, oh, ik kan daar mooi die, die auto in de verte gaan volgen. En ik vloog erin, ik vloog weg, en in één keer ging die in de failsafe. Alleen, omdat ik dacht dat die hek had aangezet, had ik ook wat uitgezet, en dat was dus die, die redding safe. En toen was inderdaad mijn bereik weg. En toen was ook DJ FPV, die ik net drie weken had, was ook echt tote, tote los. En ik heb, het ik heb het beeld nog superleuk om te zien. <laughs> ja, die wil ik. Want uh, de drone was uh, totem los. Om Alleen te de zien. GoPro die erop zat. Uh, ja, nee, joh, niks in Kom, oh ja. zet me maar opnieuw en we gaan ja. weer verder dus ik heb de beelden ja, nog en het geluid is, dus dat oh, is echt mijn vrije tijdsbesteding af en toe drone crashes kijken ja, serieus? ja ik vind ja. het echt dat top. doe jij voor de lol ja. ja maar dat is ook gewoon leerzaam tegelijkertijd want dan denk je nou dan zie je ze ook op een boot staan en dan zie je ze zo in de handen oh mijn weer over god ik heb ik heb dat dus één keer een, een, een bruiloft gedraaid in Spakenburg en toen gingen we op van die botters ja. ging we dus en toen heb ik... hun grote wens was om een shot te hebben van meerdere botters die dan bij elkaar uh -huh. Varen. Weet ik veel, ze ja. hadden we een stuk van acht of zo. Super vet. Dus ik dacht, ha, neem mijn Mavic mee. Superleuk. Dus, dus ik stijg. Hij gaat op, op die boot stijgen. Ja, alleen, ja. Die, alleen hij, hij vaarde ook, zeg maar. Hij was gewoon in beweging. Oh, ja, 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 ja. Wist ik veel. Ik ben een leek wat betreft drones. Maar ik het ben... kan wel, het, maar het is niet slim. Het, het kon ook. Ja. Het Vast niet slim. Nee, maar het ging goed. Alleen ik had dus geen rekening, geen rekening gehouden met het feit dus dat hij uh, opstijgt. En toen dacht ik, ik daar moet ik zo snel mogelijk gewoon de lucht in, want ik zit met een mast. Mm -hmm. Alleen waar ik geen rekening mee hield, was dus alle touwen die dus naar de mast toe gaan. Ja, noem me een lake, I don't care. <laughs> dus, en het ging echt, hij ging, hij ging dus omhoog. En hij ontweek echt letterlijk, ik denk een stuk of acht touwen. Terwijl die dus omhoog ging. En terwijl dat oh. gebeurde, toen dacht ik, ik krijg er nu weer kippenvel van, jongens. Kijk, dit <laughs> dat snap ik. Dat snap <laughs> ik ik heb gewoon kippenvel, ah, dus maar hij ging er echt gewoon precies doorheen en ik dacht echt van holy shit, maar toen zat hij dus in de lucht, maar hij moest ook weer landen. Ja, dat is, landen op een boot is echt heel erg. Ik heb dat echt oh elke keer God. gehad. Dat is verschrikkelijk. Ook dat ging goed, gelukkig, maar ja, ik had mijn... echt het zweet in mijn naad staan. Ja. Nou, dat was mijn drone-ervaring. Ik vind het wel echt super tof dat je noemt je, 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 jezelf leek en uh, niet heel veel gebruiken, maar nee, dan toch gewoon op een boot met masten en touwen. Het is wel gelukt. Hij me wel gewoon de lucht gegooid. Maar en je ja, hebt je wilde. Gewoon een beetje onderschatten. Uh, ja, ik. tuurlijk, totaal. Ja. totaal. Maar ja. soms moet je ook gewoon, hè, je wil ook gewoon je eigen grenzen verleggen. Hè. Gewoon ja, denken, oké, okay, ja, ja. nou, nu ben ik de standaard shots wel gewend en nu ben ik op een boot. Nu ga ik het gewoon doen. Fuck het maar. En we hebben wel, tenminste als ik voor ons als videograaf moet spreken, best wel veel over voor het perfecte shot. Zeker. Ik zit ja. soms echt, ja. nou, bijna in een boom en dan kijken mensen me ook aan van, kijk je uit voor de, voor de beestjes en voor de teken en zo? En ik zei, ah oh ja, dat zoeken we wel uit vanavond. Goeie. Goeie. Ja. Als we de beelden maar hebben, ja. Ja, 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 precies, ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja, brandnetels of zo, nou, ik ga daar helemaal voor. Dat zou ik hebben, maar. Ja. <laughs> hey, um, uh, uh, waar die je verder nog meer rekening mee te houden als je dus gaat, gaat, gaat um, FPV'en? Want je hebt zo'n goggles op. Um, ik kan me voorstellen, misschien is het lekker om een second shooter erbij te hebben. Of iemand die een oogje in het zeil houdt, of iemand die bezig is met de bruiloft Los van dat jij ermee bezig bent. Kun je daar nog iets in het kort over vertellen? Nou, of, wat, wat heb je er extra voor nodig los van alleen de FPV? Nou, uh, het, een, moet je een, een second shooter is niet alleen lekker. Het is ook verplicht. Okay, Als je ja. een FPV vliegt. Op het moment dat jij een bril op hebt en je gaat vliegen. Dan heb je officieel volgens de wet ook altijd een, een spotter naast je nodig. Die naast je staat. Uh, die ook kan je op het moment dat je wordt aangesproken. Je, hebt natuurlijk de bril, je bent in een hele andere dimensie ja, zeker, ja. Uh, dan ja. die grote vraag. Ja, ja, die je kan helpen, ja. maar ook die, die de drone uh, in de line of sight in principe altijd voor je in de gaten houdt. Um, heeft natuurlijk niet het zicht wat jij hebt, maar kan wel zeggen, joh, er komt achter ons een helikopterraam of een traumahele. Dat kan, het kan voorkomen. Mm. En op het moment dat je in je FPV-bril zit, dan zit je in een hele andere dimensie. Dus ja. het is ook echt verplicht om die second-shooter dan te hebben. Dus um, als ik dus bruiloft inderdaad ga filmen met een FPV-drone, dan zorg ik inderdaad ook altijd dat er een uh, second-shooter bij is. Dat is werke, het is ook gewoon verplicht. Ja. Okay. Zorgen dat je je licenties op orde hebt, dat je minimaal je A1A3 diploma hebt, dat is wel belangrijk. En ja, gewoon ook altijd de veiligheid voorop stellen. Want het is inderdaad een ander type drone uh, dan normaal, waar je gewoon veel meer mee krijgt. En zeker ook in, in het begin. Dat je ook een rekening houdt met je omgeving waar je dat ding ook uh, de lucht in stuurt. En daar je vooraf ook een beetje een plan maakt van oké, okay, ik ga nu vliegen en waar ga ik dan naartoe en waar wil ik inderdaad die, die sikke trick gaan doen. Dat je daar ook een beetje op voorbereid bent. Ja. En niet dat je gaat vrievelen, oh, ik kan er nog net er tussendoor. Want als je niet vooruit denkt, dan ga je ook inderdaad crashen met zo'n ding. Ja. Hey, um, uh, dus een vraag voor jullie beiden. Um, hebben jullie verder nog handige websites, links, uh, dingen die je moet doen om te voorbereiden um, om, om dus te gaan, gaan, te, te gaan dronen, zeg maar? Is, uh, zijn, er, zijn er websites waar je aan kan denken van waar je wel en niet mag vliegen? Er zijn ontzettend veel discussies altijd over, ja, daar mag wel en daar mag niet. Ja. En zo'n kaart dit en zo'n is dat en en zus. Nadeesh, kun jij daar misschien als eerste iets uh, over? Nou, je hebt sowieso dus de eerste, dat is GoDrone. Dat is eigenlijk de website van uh, Nederlandse uh, dronekaart gebeuren En die wordt ook geüpdate als er bijvoorbeeld iemand is die een uh, aanvraag heeft gedaan of zo, whatever, militaire oefening. Dan uh, staat het daar up-to-date op. Uh, ik moet zelf eerlijk zeggen dat ik hem niet zo overzichtelijk vind. Ik vind het eigenlijk een chaos. Uh, maar het is al beter dan drie jaar terug ongeveer. Want toen was het echt dat je één kaart uh, Ik had zo'n gigantische kaart gekregen voor mijn cursus toen, die ROC. Nou, dat sloeg nergens op. Um, maar kijk, ook uh, Airnet, volgens mij, als ik het goed zeg. Dat is een andere kaart. En als je daar echt op die zones klikt, staan die datums er gewoon veel duidelijker omschreven. Uh, dus ook vaak mensen die dus uh, drone-tips nodig hebben, stuur ik ze eigenlijk ook altijd naar die site. En voor de rest, ja, Drone Class uh, of uh, Drone Academy om je licenties te halen. Uh, het is wel fijn als je sowieso A1 en A3 hebt, maar A2 erbij is nog beter. Ik vind dat heel onlogisch. A1, A3, maar A2 is beter. Ja, het is A1 en A3 <laughs> bij zeg elkaar. Dat zeg ik als leek, hoor. Het okay. is A1 ja. en A3 bij elkaar, inderdaad. En dan heb je nog een losse A2. Het is echt mega onduidelijk. Ik snap niet waarom ze daarover hebben nagedacht dat ze niet gewoon... He, zoals uh, zwemdiploma A, B, C. Inderdaad. Maar de, nu gaan ze van A1, A3 en dan A2. Ja, ik snap die logica niet. Ja. Heb jij er iets van kennis van over die logica? Of? Ja, wel opgedaan. En inderdaad, ik stond, stond er hetzelfde in als je iets logisch gaat maken. Want het is bedoeld om het logischer te maken. Daar zijn al die regels natuurlijk voor ja. in, in de levengroepen Maar ja. uh, je begint je haalt je basisdiploma en dan heb je A1 en A3. En dan de vervolg daarvan is A2. Het is dus gewoon het is... niet logisch, dus. Nee. nee. Maar, maar, houden het, 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 op. maar het is meer ook zeg maar waar de categorie waar je, waar je drone ook invalt. Bijvoorbeeld, als je zo'n FPV hebt, die valt standaard in A3. En dat wil zeggen dat je gewoon eigenlijk vrijwel niet over mensen of over bebouwing heen mag, mag vliegen. En daar is dan die A3 voor. Maar ja, het is, het is onlogisch. Maar ook gewoon goed, goed inlezen. Uh, ter ter, ter aanvulling, heb jij nog uh, tips of andere uh, websites, links, uh, dingen die je moet kopen om goed te kunnen dronen. Uh, moet je, heb je zo'n fly more combo nodig? Uh, dat soort dingen. Een fly more combo uh, zou ik persoonlijk altijd wel aanraden. Een extra accu'tje ja. of twee is erbij. Zeker als je, als je wil gaan leren dronen. En dat is er natuurlijk ook alles van weten. Het is gewoon fijn als je denkt. Oh, ik wil dat ene shot nog doen. Of nu is de mm. zon nog mooier. En dat dan je accu al leeg is. En dan denk je: denkt, ja. oh shit. En accu's, uh, hè, die zijn soms mega onbetrouwbaar. Tenminste, uh, mijn oude Mavic 1. Ik kijk jou even aan. Die accu's moet je echt in de gaten houden. Oké. Okay. Want ik dus heb een keer gehoord. een tijdje niet opgeladen. En toen dacht ik, nou, even een keertje vliegen. Drone in de lucht. Poep, naar beneden. Accu kapot. Oh, nou... Ja, en zonder waarschuwing, <laughs> ja, hij valt gewoon. Ja, hij viel, het viel gewoon Het is gewoon zwart en klaar. En het was op het strand. Het was echt. Nou, de golf kwam er aan en ik zou daarheen rennen, oh, een drone nee, ja. en pakken. Slowmo. <laughs> ik heb een beeld ook al heel veel slowmo in mijn camera. Ja, ja. <laughs> ja. oké. Okay. Extra, ja. Extra accus. Extra okay. accus inderdaad, liefst zoveel mogelijk. Ja. Oké. Okay. Nou, dan uh, gaan we zo naar de luisteraars vragen. Maar we hebben eerst nog een kleine aankondiging. Dat is namelijk iets nieuws, want we kunnen nu lid worden van Vriend van de Show. Vriendvandeshow.nl slash trouwfilmsambacht. Daar kan je uh, een donatie geven voor ons. Of je kan eventueel dus een, uh, ja, een abonnementje nemen voor 2,50 euro per maand. En dan koop je eigenlijk gewoon een soort van kopje koffie voor ons. Of je betaalt een soort van onze reiskosten. Want Brian komt dus uit Maastricht en... Nou, deze dus uit het verre Scheveningen. Oh ja. <laughs> dus de vriend van de show, dat is nieuw. Um, dus of 2,50 per maand of uh, je kan een soort van de korting krijgen van een heel jaar. En dan betaal je 27,50. Het is voor ons ook nieuw. Het is gewoon even testen, even uitproberen. Uh, eenmalig doneren mag natuurlijk ook. Dus als je de content uh, tof vindt die wij maken... dan zouden wij het uh, enorm waarderen om dat op een andere manier uh, terug te kunnen zien. En anders is het natuurlijk, uh, ja, als je gewoon blijft reageren op onze Facebookpagina... of uh, lekker je vragen blijft DM'en via de Instagram... dan worden we daar natuurlijk ook gewoon heel erg blij van. En vergeet natuurlijk niet die vijf sterretjes. Dan gaan we nu door naar de luisteraarsvragen. We vragen elke keer, als voordat we een podcast opnemen, vragen we of we mensen nog luisteraarsvragen hebben over specifieke topics of onderwerpen. En uh, we hebben er weer een aantal binnengekregen. Dat is super tof. Uh, bedankt uh, voor de moeite om vragen in te sturen. Uh, we gaan ze behandelen. En de eerste is van Chanel. Het is een behoorlijk verhaal. <laughs> um, maar we zijn bijna door de tijd. Dus ik ga hem er even doorheen jassen. Uh, Chanel die vraagt: Hoi, hoi. Ik heb nog wel een vraag voor de podcast die misschien aansluit bij het onderwerp. Ik was namelijk benieuwd hoe jullie je. Een ik, sorry. ik was namelijk benieuwd hoe jullie een drone inzetten op de trouwdag. Als beginnend videograaf weet ik niet zo goed wat hierin gebruikelijk is. Ik durf zelfs niet zo goed de drone opvallend in te zetten, omdat ik bang ben dat dit overlast geeft. Daardoor ga ik altijd een dag eerder of later extra naar de locatie om in rust nog beeldmateriaal te kunnen opnemen vanuit de lucht. Echter mis ik dan wel het graven shot waarbij bijvoorbeeld het bruidspaar uh, te zien is, uh, of wanneer ze bijvoorbeeld naar het altaar lopen. Hoe gaan jullie hiermee om en of wat is hierbij gebruikelijk? Ik kijk eerst jou aan, Gejan. Er zijn heel veel vragen in één. Ja. Ja. ja Hoe ga ik er een heel go goed antwoord op geven? Um, het gaat om beginnelingen. toch? Ja. Om, om te beginnen. Nou ja, ook ja, beginnend, maar ook gewoon in het algemeen van wat is gebruikelijk. Ja, in ieder geval, ja, wat ik zeg, eerst in ieder geval je licenties hebben, dat is de stap één. Uh, zeker weten dat je er ook mag vliegen. Um, en altijd eerst even overleggen met de locatie. Uh, met, de, met de manager of, of degene die daarover gaat. Vind je het goed als ik wat droombeelden maak? En vaak kun je dan dan ook, uh, ben ik er dan ook achter gekomen dat je zegt: van, ah, ik kan wel droombeelden naar jullie kant op sturen of even intagen. Dat ze dan wel zeggen: ah, vlieg maar, dan vinden we het goed. Dan, uh, dan is het oké. Okay. Soms hebben locaties ook echt het droombeleid. Dat je niet boven bepaalde dingen mag vliegen of maar zoveel meter hoog, et cetera, et cetera. Dan heb je dan ook meteen inzage in? Dan heb je dat eigenlijk denk ik al voor jezelf uh, gecoverd. En dan denk ik dat je met een, uh, als je dat al hebt, je hebt het ook met een bruisbaar overlegd, dat het eigenlijk de weg voor je, voor je open ligt om op de, de dag zelf uh, uh, te gaan dronen. Maar um, het alta lopen vind ik lastig, want zeker als ik dan alleen ben zonder check-and-shooter, dan is dat denk ik voor mij eigenlijk heel lastig om dat te doen. Eigenlijk geen, geen optie, omdat je die, die beeld natuurlijk ook vanaf de grond wil hebben. En het dan juist wel voor een overlast kan zorgen als je eventuele audio of iets dergelijks ook nog extern opneemt voor je ja, huidige camera's. Ja, Zo'n zo drone maakt ook herrie natuurlijk. Ja. Zo'n zo zoemend geluid boven ja. de ceremonie, dat lijkt me niet heel... Um... Precies. En je wilt ook echt niet het risico lopen. Van, hè, we hebben net besproken, een accu kan een keer kapot gaan, ook ja. voor een drone die je net een maand hebt. Ja. Ik wil absoluut niet op je geweten hebben dat die boven de, de, de daggasten <laughs> dat die naar nou beneden komt, uh, ja. komt vallen. Dus die, die heb ik eigenlijk nog nooit gedaan tijdens het naar een auto naar een lopen om daar een drone in te zetten. Die kun je dan bijvoorbeeld met een shoot doen, dat ze wel dat je dan of zo nog een moment voor kunt pakken. Dat je tijdens een fotoshoot uh, dan de shot pakt. Dat kan wel. Maar tijdens het naar het altijd toe lopen is dat voor mij eigenlijk op dit moment nooit een, uh, nooit een optie geweest. Nee. Heb, heb je heb jij het wel eens wel eens gedaan? Nee. Nou, ik had wel een keer, toen was ik wel second shooter, dus dat scheelt. Toen was ik uh, gewoon een drone shot van uh, het kasteel aan het maken. En op dat moment kwamen ze al aan. Dat was wel te vroeg dus ik dacht zo oh dus ik nog een beetje dat drone shot en zo zo, zo met een bocht naar beneden had ik het drone shot gemaakt drone naar beneden andere camera gepakt en door weet je wel nice. maar ik raad het gewoon niet aan weet je overleg met het bruisbaar waarschijnlijk hebben zij in een of andere Amerikaanse film die aanloop gezien van oh dat willen wij ook en ik zeg altijd ja daar zijn iets van vijf mensen aanwezig gewoon bij zo'n film en die verwachten niet dat 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 niet kan als jij in je eentje bent die denken gewoon oh dat kan wel weet je wel die drone leuk en uh, maar ik zeg gewoon nee bij dat soort ideeën. Ja, tenzij ik inderdaad misschien iemand extra heb. Maar dan kom ik echt alleen voor drone vliegen misschien. Ja, ik vind het lastig. zijn wel vette shots, zit ik nu na te denken. Mm -hmm. Mijn hele creatieve brein gaat nu al denken. Maar nee, ik... Uh, ja, in principe niet. In principe niet. En ja. ik moet wel eerlijk zeggen, die oude drones maken echt heel veel herrie. Maar die nieuwe, dus misschien tijd voor een upgradeje, zijn wel stil. Oké. Okay. Zijn ja, wel die, stiller. Die, die, zelfs, die drie classic bedoel je? Ja, die drie classic hoor ik bijna niet. Bizar. Terwijl het echt een gigantisch ding is. Tenminste, het is wel een grotere dan de Mavic 1. Bla bla bla. Mm -hmm. Maar nee, ik hoor hem bijna niet. Maar het is inderdaad, ja, als je bij de ceremonie ga je niet met je droom vliegen. Dat, dat, het is wel leuk, maar het is gewoon geen goed plan. Of heel hoog, dan hoor je het niet. Ja. Oké, okay, dan hebben we nog een andere vraag van Michelle. En die vraagt: uh, Hoi, zouden jullie willen delen op welke instellingen jullie je droombeelden maken? Is dit altijd hetzelfde of zijn er specifieke instellingen voor specifieke momenten? Ik vind dat een leuke vraag. Ik ook. Uh, we ja. zitten bijna door de tijd, dus misschien kan ik het een beetje kort houden. Dat is, je hebt nog goed Een beetje korter, ja. Instellingen. Nou, meestal is het de D-zinnenwijk, -like, dus uh, die toon, uh, kleurprofiel. En ik film in 50 frames, volgens mij. Ja, 50 frames. En dan 1,50. En ISO hangt er vanaf, liefst wel 100. Met de nieuwe kan ik wel iets hoger, maar als je. Uh, alle drones die er onder de DJI Mavic 3 zitten, moet je eigenlijk altijd op 100 hebben, de ISO waarde. En 2,8 is standaard diafragma Dan, tenzij je Mavic 3 Classic heb. En zijn er nog specifieke instellingen voor specifieke momenten, of hou uh, je eigenlijk altijd diezelfde? Uh, ja, ik. Je hebt natuurlijk heel veel van die leuke follow, track dingen. En uh, maar dan schiet hij bij de meeste drones zo automatisch, volgens mij op 30 frames, als ik het goed zeg. Dus dat is gewoon heel vervelend. Want ja, daar kan je bijna geen slomo of uh, speedwormpjes in doen. Dus uh, ik zeg altijd gewoon de normale vliegmodus en niet zo'n dronie of zo'n cirkel dooromheen. Probeer gewoon echt zelf te leren vliegen. Want het is gewoon onhandig als je die automatische dingen, als je daar echt op blijft leunen. Want dan leer je dat ook gewoon niet. En My stel, thing. er gebeurt een keer iets waar je moet ingrijpen, dan snap je die controller gewoon niet goed. Dus een beetje dat uitgelegd kort. Ja, ja oké. Okay. En jij nog? Twee aanvullingen? Heel weinig aanvullingen. Uh, volledig mee eens eigenlijk. zelf uh, instellingen. Uh, 25 fps inderdaad voor een wide shot. <coughs> ISO altijd op 100 houden. Gewoon BSI ISO. Anders krijg je heel snel ruis. En ik zie dan ook in, uh, in, in D-log. Uh, ik heb dan Air2S waar ik heel vaak uh, de normale beelden mee maak. Normaal Op een normale dag laat ik mij altijd op 50 frames per seconde staan. Om in ieder geval nog een, iets te kunnen slomen als dat mm -hmm. nodig is. Ja. Dus dat is een hele FPV altijd op 100 FPS of op 25, net of je waait of een uh, slow mo beeld van maakt. Oké, nou, dan zijn we er uh, zo goed als doorheen. Um, en voor jou uiteraard de vraag, waar kunnen mensen jou vinden? Waar kunnen we jouw beeldmateriaal zien? Jouw drone shots, jouw uh, muziek die je zelf half componeert en dat <laughs> soort uh, gedoe? <laughs> ja. uh, wat zijn je socials? Uh, drop het. Nice. Uh, nou, mijn socials heel makkelijk. Dat is gewoon uh, Gerian van ik aan elkaar. Gertjan zonder T. Want heel veel, heel veel mensen noemen me echt Gertjan of Gerri-Jan. Maar het is echt Ger-Jan van Loop -ik -aan elkaar. Uh, en ze staan ook op mijn website. Dat is gewoon Gerri-Jan van om mee te eindigen. Dan vind je me waarschijnlijk vanzelf al en ook het beeldmateriaal waar ik af en toe wat, uh, wat leuke dingen voor, voor post. Nice. We gaan je volgen. Zeker. Ik kom wat ja. leuke dingen aan ook in januari. Uh, twee tripjes naar Oostenrijk. Dus hou mijn FPV-beelden uh, daar ook... Uh. Dat is niet bruiloft gerelateerd. Niet bruiloftgerelateerd, nee, nee. precies. Zeker. Maar wel gewoon leuk om maar wel te tof. kijken. Ja, wel nee, ja. tof. Ja. Af... Ja. 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 ja, ja, ja. Uiteraard. Uh, nou, tot zover deze aflevering van Trouwfilms Ambacht. Supertof dat je weer geluisterd hebt. Um, vergeet natuurlijk geen leuke beoordeling achter te laten... in je favoriete podcast-app. Je kan ons vinden in Spotify en Apple Podcast. Uh, vijf sterretjes droppen, worden wij super blij van. Gean, hartelijk dank dat jij onze allereerste gast was... in deze, ja, deze podcast. Hoe vond je het? Vond je het leuk? Nou, allereerst heel graag gedaan. Super tof dat ik hier überhaupt uh, mocht zijn. Hè? Dat, je, dat jullie mij daarvoor hebben, hebben uitgenodigd. Nou, ik vond het super tof om, uh, om een keer met jullie aan tafel te hebben mogen zitten. Um, ik vind het ook super tof wat jullie doen, ook om uh, voor en door de videograven. En dat jullie ook gasten gaan, uh, gaan uitnodigen. Dus uh, ja, super tof. Super tof om hier te mogen zijn. En ja, uh, yeah, keep up the good work, zal, zal ik maar zeggen. Yes. Superleuk. Gaan we doen. Oh. Naar deze heb je yeah. nog een uitsmijter. Een uitsmijter. Yeah. Ik word nu helemaal voor het blok gezet. Ik oh, vond het super leuk dat we eindelijk over drones konden praten. Want het is altijd een tijd te branden. En af en toe in die podcast gooi ik het er wel doorheen. Maar dan probeer ik me gewoon een beetje in te houden. Uh, ik kan er nog wel een hele podcast mee vullen, denk ik. Maar nee, uh, nee ik vond het super leuk dat je er was. En ik volg jou al. Nou, ah, ik ga je In de podcast. Nee, ik volg jou ook <laughs> <kan>. al. <laughs> <hijen> like. Hey, thanks voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering.